We hebben het net even gehad over de marketing. Maar het moet allemaal worden uitgevoerd door de mensen. Dat zijn de personeelsleden die het bedrijf maken. Wat zijn de speerpunten in jouw HR-beleid? Nou, wat je zegt, de mensen moeten het bedrijf maken. En dat is in de horeca misschien nog wel veel essentiëler dan in de meeste bedrijven. We zijn enorm afhankelijk van het serviceniveau van onze mensen. Dus hoe vriendelijk en hoe aardig ze zijn. En ik ben ervan overtuigd dat mensen die fit zijn, goed in de vel zitten, vrolijk zijn, dat die ook die vrolijkheid en die fitheid uitstralen naar de gasten. Ja. Dus daar mikken we ook een beetje op. Om mensen dus niet meer van die hele lange dagen te laten werken zoals vroeger in de horeca. Mensen een beetje gezond en lekker eten te geven. Om ook jonge en fitte, en dan niet jong in de zin van leeftijd, maar jong in de zin van ik heb zin om lekker aan de gang te gaan. Mm-hmm. Nou ja, dat soort mensen zoeken we. En dat soort mensen proberen we ook op die manier een beetje fit te houden en gezond te houden. Zodat die service uiteindelijk, die ze van binnen een beetje voelen, dat ze die ook naar de gast overbrengen. Dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste speerpunt. En hoeveel medewerkers heb je? We hebben er nu 110. Waarvan er ook, moet ik wel bij zeggen, parttimers tussen zitten. Mensen die 1-2 keer in de week logisch als bijbaantje komen werken. Ja. En dan hebben we nog extern hebben we de schoonmaak van de hotelkamers. Die heb je uitbesteed? Die hebben we uitbesteed, dus dat zit er nog los bij. Is dat normaal dat dat wordt uitbesteed? Nou, ik denk in zo'n 80% van de hotels. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar in ieder geval bij ons in het concern is dat wel redelijk gebruikelijk. Dus er zijn bedrijven die zich helemaal toespitsen op het schoonmaken van hotelkamers? Ja, zeker. Ja. Dat is ook wel logisch eigenlijk, ja. Ja. En je wilde natuurlijk zorgen dat iedereen fit is. Ja. En dus je stimuleert van allerlei dingen die ze dan doen om gezond en fit te zijn. Ja, nou ja, dat moeten we niet overdrijven. Maar wat we in ieder geval niet meer doen is in die oude horeca van we gaan allemaal om 11 uur 's ochtends beginnen. Dan gaan we allemaal om 2 uur 's nachts ermee uitscheiden. Mm-hmm. En dan dat zo lang volhouden voor 90 uur werkweken. Daar geloven wij niet meer in. Dus op die manier proberen we de mensen fit te houden. En we stimuleren ze uiteraard om gezond te leven. Is dat algemeen in Nederland zo in de horeca? Nee, ik denk dat er nog wel veel... Jullie zijn wel voorloper daarin. Nou, geen idee of wij daar per se voorloper in zijn. Maar ik schat zo in dat er nog wel, met name restaurants, dus niet die een hotel erbij hebben, mm-hmm, dat die nog wel een beetje op die klassieke tour zitten. Ja. En als je met jouw familieleden praat, is dat... Nou, de meesten die zitten wel op de lijn waar wij ook op zitten. Ja. Maar er zitten er vast ook tussen zitten die daar nog een beetje in... Hoeveel hotels hebben jullie in de familie eigenlijk? Bijna 100. Ik geloof dat we nu op 96 zitten uit mijn hoofd. Waarvan er 60 in Nederland. Hm. En ook een hoop in België, Duitsland, Frankrijk. Dus we zitten een beetje verspreid in Europa. Het jonkt, hè? Ja. Hoe heb je het managementteam georganiseerd? Het managementteam bestaat eigenlijk uit 3 mensen. Als je het heel simpel zou uitleggen, hebben we eigenlijk kamers, restaurant en zalen. En op die manier hebben we dat ook qua management verdeeld. Dus elke afdeling heeft zijn eigen manager. En wij zijn met z'n viertjes het managementteam. Oké. We sturen dat zo aan. Dat is wel logisch. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Macy Gray met I Try.